Ja, vrienden in Emmen, ik weet het. Het zijn sombere en zware tijden voor jullie, ja. En ik weet ook wat Emmen betekent voor Drenthe. Want Drenthe, ja, dat was verder alleen maar bekend van een dierentuin en van hunnenbedden. En dat was het dan. Verder niks. Nee. En toen kwam FC Emmen en die zette eigenlijk Drenthe weer een beetje op de kaart. En die maakte jullie trots. Zo is het. En nu zitten jullie vol in de misère. Want jullie staan onderaan met 6 punten en al 22 wedstrijden. Ja, ik kan het bijna niet, want jullie weten het. Ik draag jullie een heel goed hart toe. Ja, en ik kan het ook bijna niet geloven, maar 22 keer is er niet gewonnen. 6 punten onderaan. En jullie hebben zelfs 1 wedstrijd meer gespeeld en 7 punten achter. Dus de kans dat het misgaat, de kans dat jullie degraderen, vrienden, is nu wel heel, heel erg groot. Ja. En dat moeten jullie je wel heel voorzichtig gaan beseffen. Dick Lukien, die snapt het ook wel. Die denkt ook bij zichzelf, dat gaat niet goed aflopen. Die houdt de moed er nog wel in en die zegt nog van ja, nog zoveel wedstrijden te gaan en we hebben nog een kans. Dat moet hij wel zeggen. Maar als je naar het voetbal kijkt, jongens, eerlijk is eerlijk. Ik heb een paar wedstrijden gezien. Nee. Zelfs Michael de Leeuw, die begint opgelegde kansen te missen. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. En daarom wil ik jullie eigenlijk een beetje opkrikken en een beetje opliften en toch nog iets leuks vertellen. Want ik neem jullie terug mee naar 2018, naar 20 mei, mijn verjaardag. Hey, zou dat toeval zijn? Ik denk het niet. Weet jullie nog wat voor dag dat was? Ja, FC Emmen promoveerde naar de Eredivisie. En ik was daar op dat moment. Ik was in het stadion bij Sparta Emmen en ik voelde aan het publiek en alles wat daar ging gebeuren. En vlak voor het einde rende ik over de tribune heen, helemaal naar het vak van Emmen toe. En ik wachtte op het laatste fluitsignaal. Kijk nou eens even heel goed naar deze prachtige beelden. Hebben jullie daar nou goed naar gekeken? Sla die beelden op in je hoofd. Want dit gaat, als het fout gaat, gaat dat weer terugkomen. Want jullie hebben een nuchtere club. Die wordt goed bestuurd. Je ziet het nu ook met Lukien. Er is geen enkel paniek, geen enkel gedoe. Jullie hebben weer een fantastisch contract afgesloten met jullie sexy sponsor. En dat Emmen straalt een enorme rust en stabiliteit uit. Daarom denk ik, beste vrienden in Emmen, dat jullie alweer heel snel kunnen opmaken voor weer een bezoekje aan de Eredivisie. Ja. Let op. Of volgend jaar, ook weer rond 20 mei, let maar op hoor. Of het jaar daarop, 2023, dan komt Emmen gewoon weer terug in de Eredivisie. Emmen!